Opeens was hij weg. Kan je het nog herinneren? Begin januari. Ja. Kuipers, die minister van Volksgezondheid. Weet je het nog? Hij, ja, op de dag zelf moest hij ineens ontslag indienen en hij moest weg. Ja, want hij had een aanbieding gehad voor een hele grote bedrijf of universiteit. En dan kon hij niet zeggen wie en wat. En ja, hij moest opzeggen. Ja, hij moest weg als minister. Nou, en D66, ja, die zaten natuurlijk gelijk met een gigantisch probleem ook. En dat is daarna gebleven. En nu, vrienden, ja, jullie ruiken hem ook, hè? Ja, er zit een luchtje aan die zaak, hoor. Ja, en niet een klein luchtje ook, hoor. Als dat puntje open gaat, dan boep, dan val je flauw, hoor. Oh, wat erg, zeg. He? En hij heeft ook ervoor gezorgd, die Kuipers, dat iedereen in zijn omgeving, die moesten gaan liegen. Ja! Iedereen moest gaan liegen. Want dan kwam de vraag aan Rutte. Ja, waar gaat die Kuipers dan naartoe? En dan zag je hem. En draai, en draai, en lieg, en lieg. Nou, is dat voor Rutte niet zo'n probleem. Maar hij moest hem toch doen. En ook Jette, jongetje Jette. Die moest ook meeliegen. Ja, heb je die gezien ook? Ja, die kreeg ook een krul in zijn tong. Die wist het ook allemaal niet meer. En vriend Paternot, heb je die toegezien op tv? Nou, dat stond gewoon met koeienletters op zijn voorhoofd. Ik zit te liegen. Ja, in neon. Ongelooflijk, zeg. Ja, en dat is dan D66. De club die dus geadverteerd hebben de hele tijd. Nee, maar wij gaan nieuw bestuur en transparant. Nou, dat transparant hebben we gezien. Ja, en nu blijkt dus dat die Kuipers, die gaat pas 1 mei beginnen bij een universiteit in Singapore. Ook nog niet eens de top van de wereld. Nee, als dat nou was geweest, hadden we misschien nog gedacht, man, nou ja, dat is wel gewoon goed voor Nederland. Nee, het is gewoon een goede universiteit in Singapore, punt. En niet meer dan dat. Daarvoor had hij niet weg hoeven gaan, dat is 1. En 2, ja, 1 mei pas. Ja, vrienden, ik zeg het nog maar eens een keer, hoor. Ja, er zit een luchtje aan.